Trobi, ja. Jij zou toch alleen in Nederland rijden? Ja. Maar je rijdt nu. Duitsland. Maar net zeggen, je rijdt nu in Duitsland. Ja. Ja. Nou ja. Kijken we dat ook nog even mee. Dat bedoel ik maar. Was een dagje stekel. Ja. In Harderwijk. Hé? We gingen voor campen, maar. Ja, met die hefbed. Eigenlijk wisten we het al een beetje. Ja, het gebeurde gelijk al. Ik stapte in en ik woonde Furnloom en ik stootte mijn dikke kale kop al. Ja. Tien die hefbed aan. En ik was er klaar mee. Voor de rest was het hartstikke mooi camper. Ja. Nou, toen nog een keer naar jouw droomcamper. Ja. Ik ging zitten in die rondzit. Ik zeg die Trul, ik zeg dit wordt hem. Ja. Zei, laat me daar, ik was dus ook overstag en toen zei Trubbe, die zegt van, ga maar even voorin zitten. Want jij had er al gezeten en was jou wat opgevallen. Dus dat ging ik ook doen. Die hefbed, die daar is, ja, dat is het enige bed die je hebt, omdat je achterin een rondzet hebt, die gaat in zoverre omhoog dat hij gewoon zo'n stuk van de raam wegneemt. Dus dan, ja, hij gaat in een knik. Normaal gaat de hefbed gaat zo omhoog. En deze gaat als het ware naar het voorraam toe, die gaat zo, er zit een knik in. Ja, dus ik kreeg gelijk weer het gevoel als wat de eerste camper die we hadden met die alkoof. Dat als ik dan voor stoplicht sta of wat dan ook, dan moet ik echt zo kijken. Ik zeg, nou, dit wordt hem toch niet. Dus, wat hebben we nu gedaan? Stuikel gaat nu voor ons op zoek. Naar een camper met de indeling die we willen. Zonder hefbed. Zonder hefbed, dus met kastjes en de indeling die Trilby graag wil. Met een L-keuken. Met een L-keuken en de keuken aan de andere kant. Dus dat je, als je binnenstapt, dat die ding over de toegangsdeur zit. Ja. En nog een paar andere dingen. En zo gaan ze die hem, dan gaan ze ons bellen. Dus we wachten af. Dus een andere camper komt er, maar wanneer? Dat is afwachten. Dat is afwachten. Wat het is. Maar dan zijn jullie in ieder geval op de hoogte. Ja. En ja, mochten ze ver winnen dat we wel een... berichtje kregen van, nou, we hebben nu een camper binnen wat jullie zoeken. Ja, dan nemen we jullie natuurlijk weer mee. He? En dan denk ik toch dat ik nog even in die lijn ervoor toe ga, want misschien kan die stoel wel een beetje naar beneden. Want hoe doen andere mensen dat? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, dan zit je wel weer dat je je C-rijbewijs moet halen. Dus we hebben nu eigenlijk de opdracht gegeven, een camper die met de B-rijbewijs gereden mag worden. Ja. En als ze dat over 2 jaar gaan verhogen naar 42,5, wat we hopen... Nou ja, dan hoeft dat niet, maar anders dan moet dan toch die C1, maar dat... Ja. We gaan het zien. En we nemen jullie daar veel mee. Ja, spannend, ook voor ons. Ja, en het was een lange dag. Ik ga Gino uitlaten en dan gaan we lekker slapen. Ja. Dat gaan we doen. Strak plan. Koffietijd. Ja. Het wordt dan wat rustiger hier op de camperplaats. Hè? Mensen moeten weer aan het werk, joh. Ja, maar gisteren was wel een heftig dagje, niet? Oh, nou, zeg dat wel. We zaten hier voor de camper en in één keer gaat Trulby rennen. En... Ja, dan is een vrouw onderuit gegaan. Een vrouw van 80 jaar. Dus ik schrok me wezenloos. Ik kon ze gelukkig nog de half opvangen. Dat zij niet met de hoofd tegen de doempot aan viel. Ja. Maar ze wilden haar optillen. Toen zakten ze weer weg. Dus we hebben maar 112 gebeld. Ambulance hier gekomen. Nou ja, Gean uiteraard en de vader, die waren er allemaal bij. Ja, mensen genoeg die in ieder geval te hulp kwamen. Ja, zeker. Maar gelukkig, ze heeft een hele uitgebreide check gehad en ging allemaal goed. Dus ze hoefde gelukkig niet meer naar ziekenhuis. Nee. En ze vanmorgen, was ook wel bekend natuurlijk met wat hartklachten. Maar... En vanmorgen hebben we haar nog gesproken en ja, het enige wat ze was moe. Murm. Ja, dat is logisch. Dus ze ging er wel even langs de huisarts, eigen huisarts morgen. En toen gebeurde er gelijk tussentijden, toen de ambulance er was, werd er ook iemand door een hond geweten hier op de camperplaats. Ja. Dus er kwam er ook nog bij. Dus, en als ik nu iets zeg... Dan en die hond zat vast hoor. Ja. En als ik nu iets zeg, dan gaat Trilby schrikken, want wat... Ah! Oh, spinnetje, godverdomme! Waar komen ze altijd bij mij? Ik zag hem gaan. Oh! Je ziet het haast niet tegen de daglicht in. Nee. Nou, die leeft niet meer. Oh. Maar in ieder geval, gisteren was een hele heftige dag. Dat haakte wel even in, zo'n soort ding. Maar vandaag is het weer wat rustiger, wat ik net al zei. En ja, we gaan weer even lekker bijkomen, niet? Ja. Straks even met de hond wandelen en... Ja, even rondom meer weer. Rondom meer.
Wat gaan we eten vandaag, Trul? Gekookte aardappelen met bruine bonen met een lekker boshuisje eroverheen en een speklappie. Oh. Dat wordt weer smulden. Ja, maar je weet het, hè? Dan moet jij je afwassen. Ik moet afwassen, ja, ik weet het. Maar ja, daar hekte we even over, Trul. Lekkere aardappelen die we hier kopen bij Loosterstee. Ja. En vandaag, wat we dachten, wat we vanaf zonwin, toen we het huis verkocht, hebben we vandaag toch gedaan. Ja, onkruid trekken. Tussen de bloemen. Samen met Gianne, intussen die, wat is het, weidebloemen of hoe noemen ze dat ding? Ja. Een bloemenveld. Er zat onkruid tussen in weggetrokken. Was leuk, ben je met z'n drieën bezig, Gert was aan het maaien. Ja, het ook zo was vandaag mooi rust op de campingplaats, dus konden we mooi even doen. En dan nu een lekkere maaltijd erbij. Nou, je kan wel een wegdrangen straks. Adriaan on tour. Dat is leuk. Dat kan nog gezellig van. Nou, een bekend hondje hier. Moos, en Moos hoort bij Natasja en Simon. Yes. Eindelijk zijn ze een keer in het noorden. Ja. En zien we ze, ja, 2 jaar terug gezien, hè? Ja. Bij Bosenaai, hè? Ja, en nu weer. Dus de hele middag al gezellig aan kletsen hier. Je bent geen haar veranderd. Nee, hè? Nog steeds mooie krullen heb ik, of niet? Ja, eindelijk. Het lag ja. Nou op de route, dus we hadden zoiets van... Eindelijk zijn ze er. Nou, en Moos en Gino weer bij elkaar, dus wat weer nog meer. Supergezellig. Ja, zeker weten. Het enige nadeel is, Simon die eet al mijn lekkernijen op. Maar ja, toen dan ben ik eens een keer niet aan het eten, hè? Nee, helemaal niet. Nou, prima hoor. Het smaakt prima. Waar gaan we heen? We gaan naar bakkerij Leta in Velen. Heerlijke roggebrood halen. Ik lust het niet, maar jij wel. Ik wel. Ja. En Gianne heeft soldering gehaald. Dus we gaan Gino in de Mercedes doen. Ja. En dan gaan we die kant op. Ja. Zal kijken of we onderweg nog wat inkomen waar we kunnen filmen of zo. Ja, dus we zien het wel. Van alles te zien hier. Nou, laten we maar gaan, want het is aardig donker de lucht. Ja. Maar het zou droog blijven. Maar, ik heb even een trui aan. Denk. Ja, het is erom dat Natasja en Simon het ook droog houden. Ja. Want die zeiden onderweg naar Bhutan. Ja. Was de bedoeling. Ja. Dus hopen. Nou, Gino ligt nog lekker rustig, maar als je naar de fiets gaat, dan wil die mee. Ja. Jullie gaan het zien als we wat meemaken. Dat hebben wij weer. Ja, ja, ja. Ik rij over een takkie heen, die blijft vastzitten in mijn ketting. En toen wou ik weer opstappen toen ik het takkie eruit gehaald had, is die ketting eraf. Jongen, wij gaan sinds... Wij gaan sinds een hele tijd eens een keertje weer fietsen. Dat heb ik weer. Hij zit helemaal vast. Dat komt van dat takkie zeker dan. Ik weet niet waar het doorkomt. Of omdat je weer trappen en voordat hij dan ertussen gaat. Ik weet het niet. Maar ik moet er eerst tussenuit zien te krijgen. Heb jij de... Kun je niet met die veer of zo even de opzij trekken of zo? Nou. Voor de zeker nog wel een dingetje. Gelukkig hebben ze een fietsenzetje mee. Dus nu kan druk niet goed, maar. We hebben nog maar zo dat droog is, dan zet je nog helemaal. De pestbokken regent ook nog. Waarom heb jij altijd iets aan de fiets? Ja, weet ik ook niet. En dan kwam dat jij zei, oh, hier is een stukje waar je fiets toen niet meer deed. Had niemand te zeggen. Dit punt is niet goed voor mij. Hij is ook hartstikke vies trouwens. Het is natuurlijk schaamachtig, hè. Moet je eens kijken hier hoeveel de blubber zo je eraan zit. Au. Waar is mijn vingers? Hij zit er nog weer. Hij zit echt helemaal vast.
Tril. Ja. Waarom heb jij iedere keer als je in Frieslo fiets? Wat, weet ik niet. Wat met de fiets? Frieslo en ik met de fiets, dat gaat niet samen. Maar, ketting is weer los. Dat doe even een rottakkie. Maar nou moet ik naar de winkel toe. En moet ik kijken. Nee, ik ga naar binnen. Wat voor klauwen ik heb, dat is toch niet normaal. Ik heb al mijn water en een beetje zand. Dat nee, ik ga naar binnen. Dit is dus dat voor vieze riet. Nou, hoop dat we nu gewoon rustig door kunnen fietsen. Ja, even waarschuwen als je takjes ziet, ja? Ja. Oké, hier, bakkerij Leta. Nou, daar moeten we zijn voor de roggebrood. We gaan eens even kijken. Bij deze bakker komen ze dus van Melden en ver weg, komen ze om hier roggebrood te halen. Ik heb één plekje geproefd toen van Gianne. En ik moet zeggen, echt verschil met gewoon roggebrood wat je in de winkel koopt. Dus dit is geweldig hier. Ja. Heel gezellig bakkertje. Hoi. Nou, eens even kijken waar het allemaal gebeurde vroeger. Er stond die plakkaat bij, er stonden vroeger nog geen bomen bij, dus. Eens even kijken. Kijk, hier is die heuveltje. Dus hier moet het zijn. Kan niet anders. Bart. Dit is die heuvel. Hier stond vroeger dus de bomen niet, maar wel een paal waar ze aan vastgebonden zijn. Oké. Hier moet dat vroeger gebeurd zijn. Er hangen ook allerlei dingetjes aan de boom. Dromenvanger. Dus als je vroeger hier aan de paal kwam, dan was het niet best. Want je werd dan erg in de fik gestoken. Ja. Normaal gesproken zou je dat niet vinden als je het niet weet natuurlijk. Hè? Nou, ik zal weer even teruggaan naar Trilby en Gino. Ook apart al die wortels zo om die bomen heen hier. En niet alleen deze boom, maar echt rondom. Zie je dat? Nou, hier een plakkaat waar alles op staat. Die hier allemaal levend verbrand zijn en alles. Moet maar even stilzetten als je het wil lezen. Nou, Natasja en Simon van Adriaan Tour, die zijn hier nu in Groningen. En dan moeten we toch wel proberen, hè? Ja, maar ja, doe dus de voordeur is echt een Simon beetje... en ik, die zijn hier naar de Eetkamp 2000 geweest. Ja. En een eierbal. Maar hoe vond je hem, Simon? Ik vond hem echt fantastisch, echt waar. Ik heb spijt dat ik er niet sowieso twee heb genomen. Maar ik heb al gekeken, want morgen gaan we hier vertrekken. En morgen is hij om 11:30 open. Dus dan gaan jullie bij ons in de vlog weer zien. En wij van die eierballen gaan halen. Hij zat gewoon te kijken naar mijn eierbal. Ja, van Lussum nog wel. Hij zegt, vind je hem echt lekker? Ja, vind hem echt jammer. Dus weer geslaagd. Dank je, goeie tip. De Engelsen al aan de frikadellen en nu jullie aan de eierballen. Ja, nou, we gaan hem morgen zien. Ja, lekker. Zeker. Die gaan er weer vandoor. Het was echt heel gezellig. Top jongens. Ja, echt voor herhaling vatbaar, of niet? Dankjewel, zeker weten. Dus dat komt wel goed. In ieder geval, goede reis. Dankjewel. We houden contact. Ja. Doei doei! Nou, even een paar gezellige dagen gehad, of niet? Echt, wat een leuke mensen, ja.
Nou, die gaan weer verder. Richting huis. Met een paar tussenstops. Tot de volgende!